Hallo mensen die dit zien, dit ben ik en ik heb er duidelijk zin in. Hey, ik speel Samus Aran, sexy versie. Ze wil een beetje revenge hebben, begrijp je? Want zij zit zo van, ja, nou daar heb ik even geen zin in, Bowsie. Want zij wilde namelijk even Pokémon gaan kijken met Bowser, maar ja, Bowser had er geen zin in, dus ja. Kut Bowser. Verpest je weer het Pokémon moment, hoor. Oh mijn god, het is een balletje. Het ziet er heel raar uit, omdat het gewoon huid is. Dat betekent dat de morfbal alleen maar zorgt dat ze het durft ofzo, want ze kan het in principe ook zonder de bal. Oh, bukken. Ja, zo doen we die shit, hè. Yeah, zo doen we die shit. Kijk, het punt wordt nu dat ik als een baas, wat ik dus totaal niet kan. Oh, nog maar één hit over. Yeah, sterf, bitch. Sorry, dat moest. Yeah, we hebben het beestje gered. But the hatchling is in another castle. Damn it, extra checkpoint cheat. We kunnen ook die cheats inzetten. Maar gelukkig, speel die gaat decent. Tijd voor een beetje Richter Belmond. Weet je, laten we Alex spelen. Fuck Alex, je stinkt. Wij hebben stok. Dat is echt zo droog. Stok. Nu heb ik een sterkere stok als het goed is. Oh god, level up. Oh god. Bukken en slaan, dat is mijn tactiek. Ik heb namelijk nu wel een klap gehad, maar ik kan nu... Wat even kijken. Yeah. Koffers gooien, of wat het ook is. Koffer. Koffers gooien is decent. Want koffers zijn decent. Ik gooi dus graag koffers. Mushroom. Sorry dat droge moment hoor, dat was het waard. En dan speel ik nu als een andere man. Als Quint of... Deze is wel decent. Breakman. Of we spelen als een van die andere welbekende gasten zoals... Oh mijn god. Wie is dit? Francesca. Die kan niet sliden, dat is jammer. Nee, ik word kutman. Want hij is niet zo kutman. Het valt best wel mee hoor, kut hij is. Nou. Kijk, deze schoten kunnen dus overal doorheen. Dus kijk, gewoon schieten. Ga gewoon verder. Niet dat er iets achter staat. Kijk, gewoon trickshot. Hij kijkt alleen wel een beetje zielig, dus dat is het probleem. Kijk eens aan. Ik ben heel erg episch. Maar dit is wat ik trouwens bedoelde met sommige gasten, dat je soms goede shit kan krijgen. Kijk, okay, hier. Dammit. Nou, je hebt alleen dit. Dat is het probleem. Nu ben je het alweer kwijt. Dammit. Waarom kan je die beesten niet liggend krijgen? Supercut man. Klimmer cut man. Je bent niet zo cut man. Oh god, dat muziekje ook echt zo. Ik ben zo vrolijk, la 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 la. Ja, want dit is een vrolijk muziekje. Dit is een vrolijk. Ja, dus ja, eigenlijk. Weet je wat ik vroeger altijd dacht? Dat dit van die gouden bordjes waren of zo. Ik weet niet waarom, maar het zag er niet echt uit als een munt, weet je. Ja, het heeft twee kanten of zo, maar ja. Eén munt vergeten. Nee. Yeah. Look if I give a shit. Ja, dan sterf je. En dan word je fireman. Sorry dat ik zo heet ben. Kan ik sliden? Ja, dat kan ik wel. Ik weet, ik had net kunnen zien wat deze fire gast kan. Maar ik was gewoon te lui, letterlijk. Niet figuurlijk, gewoon letterlijk te lui. Wacht, volgens mij als je dit hebt kan je chargen, ja. Ik heb hier sterkere wapen, maar ja, wat is het punt? Ga weg, stom blokje, je pest me. Een pesten mag niet van je moeder.
Ja, ik kan niet springen en dat shit tegelijk doen. Net als bij Mario met de jump shit. En daarom gebruik ik hem ook niet zo vaak meer. Oh, je kan ook heel veel coins hebben met die shiz. Oeh, fire ability. Wat is dit nou weer? Nee, deze. Dat is het. We gaan om vuur schieten. Yeah. Hoger kan altijd. En we klimmen en... We hebben deze shit gedaan. Oh, wat een rust. Lekker uitrekken. Toch genieten, jongens. Als iets geniet is, is het uitrekken hoor. Dat moet ik toegeven. Oké, we hebben nu... Wacht. Tijd voor een epische map skin change. Weet je, voor de verandering. Random. Samus, ik weet dat je vraag wil, maar dit is niet het perfecte moment. Nee, ik ga erin. Samus, niet erin gaan. Het is vies. Het heeft gewoon onderwater physics. Ook echt heel droog. Sterf. Maar ze krijgt ook echt geen health meer, zoals in de oude games. Van de met je wel van die... In stukjes uiteenvallen. Logisch. Niet alweer, die checken we altijd in stukjes uiteenvallen. Oh nee, nu zijn we het water duwtje. Het punt is... Ik weet niet hoe het werkt onder water. Oh wauw, hij heeft gewoon een speciale watermodus. Dat is wat vet. Alleen punt is, hij bent een beetje slippery. Dus hij gaat een beetje uitglijden en alles. Waardoor ik dus niet alles goed kan damagen. Misschien is het beste, ga ik gewoon karren. Sneller, kom op. En een beetje achter je, een beetje schieten, zo ik sterf. Of even wachten, dat kan ook doen. No problema. Serieus, kinders, ik word echt veel te vaak gestoord. Ik moet opnemen als iedereen weg is, maar ja, anders krijgen jullie helemaal nooit een episode. Ik weet niet of jullie dat zo erg vinden, maar ja. Het is beter om een beetje iets op te nemen dan helemaal niks, begrijp je? Hop, iedereen moet sterven. Vooral die fucking bloopers. Hekel aan die beest, want die komen achter je aan. Yeah, sterf. Ook echt zo'n fucking... Ik weet niet wat het is, maar... Ziet er zo lelijk uit, begrijp je? Zo'n soort van stekker of zo achterop? Nee, ik weet niet. Boeit me ook eigenlijk bar weinig. Dat is het dan. Eentje verder. Special. Originele Mario in Mario Land. Oh dear. Dit wordt echt heel hardcore slecht. Oh, dat is echt het lelijkste dat ik ooit heb gezien bijna. Het scherm flikkert echt alle kanten op. Haal het weg. Het is zo lelijk. Het moet... Oh ja, die beesten gingen van boven naar beneden en daar word ik heel erg gestrest van. Yes. Continue. Fuck yeah, ik wil het gewoon uitspelen. Oké, misschien dit level. Alsjeblieft, Sophia, stel me niet teleur. Oh, dan krijgt ze gewoon sterker shit. En wat heeft ze nu? Oh, homing missiles, dat is wel vet. Volgens mij moet zij het vooral van de upgrades hebben. En wat hebben we hier? Ah, rocket. Ja, zij moet het vooral van de upgrades hebben, denk ik. Ik wil deze even proberen. Wat zit erin? Oh. Oh my god, we hebben bullets die overal daarheen kunnen, of niet? Nee, dan sloop je alles weer natuurlijk, omdat je het echt zo decent slecht wil doen. Ja, als het goed is. Komt hier een... Hier ergens een van deze dingen had iets goeds in zich. Ja, daar is die, jongeman. Decent head, decent head. Epische, decent head. Karabatch. Door de grond heen. Oké, wat hebben we hier? Lekker in de duister, lekker spelen. En we spelen in de duister. 5 minuutjes over. Pentagram. Oh god, dat kan er nog ook meegemaakt worden, ook zeg. Alsof ik het expres deed. Glimlachje. Als ik die had gepakt net op tijd had ik het overleefd. Epische randomheid. Fireman.
Relight the fire. Du, 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 du. Knal hem neer. Du. Maar ik moet wel zeggen, als je serieus Mega Man uit kan spelen. Weet je, de eerste Mega Man, niet een van die later, want die zijn makkelijk, man. Maar als je een van die Mega Man uit kan spelen, gewoon zonder opnieuw te gaan of zo. Gewoon in één keer, gewoon de eerste keer dat je het ziet, gewoon zo van, hé, dat is Mega Man. Uitspeelt. Epic shit, jongens. Epic shit, oeh. Je moet wel iets goed zitten als er iets zit. Nee, helemaal niks, oké. Decent explosie, hè. Decent explosie. Oeh. Wat is dit? Maar dat is niet zoveel eigenlijk. Gewoon een beetje fur. Burn in hell, bitch. Burn in hell. Burn in hell. Thank you. Oké. Okay. We ponen even het waterlevel nog. En dan zijn we klaar, denk ik. Nog één randompje. Sophia, weet je het heel zeker? Kom op. Ik weet niet. Oké. Okay. Succes. Ik weet dat je hebt epische guns en shit, maar ik weet niet of het nou echt zo slim is om echt erop af te gaan, Sophia. Oeh, wait a second. Bommen. Altijd welkom bij mij. Yeah. Kijk, dan vind ik het wel chill. Als er gewoon shit uitkomt uit die beesten. Ja, daar. Kijk eens aan. Nu hebben we ook nog van die triple bullets, die wel nice zijn. Ja, ze raken niet altijd, maar ze zijn wel best wel handig om een beetje dingen proberen te raken. Die bullet was niet voor jou bedoeld, Tixar. Triple bullets. Een beetje zorgen dat er niks... Die beesten zijn irritant, want die komen op je af. En omdat ik zo dik ben, tenminste. Sophia. Je moet er van de lijn doen. Nee, ik bedoel het apparaat waar ze in rijdt, omdat die zo dik is. Kunnen we bar weinig ontwijken. Ja. Yeah. Sophia, je bent mijn held. Dankjewel. Dankjewel. Ik hou ook van jou. Bam. Epische finale. Nou jongens en meisjes, dit was weer een saaie aflevering. Sorry, ik heb lage kwaliteit energie de laatste tijd. Dus, volgende aflevering spelen we in Atari. Weet je wat? Omdat iedereen zo sweet is, doen we het even nu. En dan doen we met de Castlevania. Skeleton. Gewoon snel omdat het zo lief is. Kijk dan, dit is toch niks. Chip chips. Dit is de Atari versie. Hij is echt zo slecht. Ik bedoel, kijk dan. Je kan die beesten niet in één hit KO'en, anders had het een stuk makkelijker geweest. Maar gewoon als je blijft rennen, dan lukt het je dit level. Kijk, gewoon een beetje slim zijn en als ze bijna over je heen gaan, gewoon een stukje terug. Dat is gewoon de trick hier. En dat moet een paddenstoel voorstellen. Ik weet het. Triest. Volgens mij kan die beesten nu wel one-hitten, maar dat ga ik niet eens proberen. Ja, het kon, maar nu ben ik weer één leven kwijt. Het was te riskeren. Ja, zwaar wel. Ja, ga niet zo moeilijk doen, dikzak. Hartje. Oh, en ik kan botten gooien. Because... YOLO, that's why. Botten. En dit was het epische moment. Nu gaan we even de ladder afklimmen en dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Bye bye, man. Bye bye. Ik zie jullie later. Deze shit was episch. Zie je later. Bye bye, man. Bye bye.